vertel. Opa's en oma's, vaders en moeders, broertjes en zusjes. Welkom je hier naar Antoniuskerk. In deze kerk vieren door en ook voor kinderen en juffen en meesters van Zwaling. Jullie ook welkom. Wat fijn dat dominee Ellis er ook bij is en met ons meedoet in deze kerstviering. Dominee, u bent al een paar keer bij ons op school geweest om te vertellen van God en de Bijbel. Nu komen wij bij u op bezoek in de kerk. Woont hier? Nee, ik woon hier niet. En ik heb ook niet altijd deze jurk aan. Die heb ik altijd aan als ik de Bijbelverhalen vertel en er iets over vertel en bid. Daarom noemen wij dit hier ook het huis van God en mensen. Hier praten wij over God, hier bidden wij tot God. En hier steken wij ook de grote kaars aan die hiernaast staat. Want als die paaskaars aanstaat, dan zeggen we, dan is Jezus heel dicht bij ons. Dan laat God ons nooit in de steek. Wij laten vanavond als school ook een prachtige Bijbelverhaal horen en zien. En het Bijbelverhaal over kerst. Het heeft dit jaar 2019 als titel, Wonder boven wonder. Hoe dat precies zit, gaan we straks zien en horen. Oh ja, dominee, zijn hier nog spelregels in de kerk? Spelregels. Nou, eigenlijk heel gewoon. Als er iemand een verhaal vertelt, zoals jullie, nou, dan zijn de anderen eigenlijk altijd stil. Of als er iemand bidt, is de rest eigenlijk ook altijd stil. En als er een lied wordt gezongen, doet iedereen altijd heel erg lekker mee. En als iemand iets verschrikkelijk moois gedaan heeft in de kerk, waar iedereen heel blij mee is, dan wordt er heel erg voor geklapt natuurlijk. Maar pas aan het einde van het uur. Want anders schiet het ook niet op. Dat soort dingen. En er mag zeker ook niemand op zijn smartphone kijken of door de kerk op het scherm en zo. Dat is misschien wel handig. Oh, dat is net als op school. Nou ja, dat is ook wel logisch. Anders hoor je niemand meer goed en er is geen aandacht op plaats. We dat vanavond dan ook maar zo doen. Oké. Luisteren en kijken nu naar Wonder boven Wonder. Het thema van de viering is Wonder boven Wonder. De Bijbel vertelt dat God licht maakt in een donkere nacht, dat is wonder. Er wordt ook verteld dat God van de mensen houdt en er nog een grote wonder. Er wordt verteld dat Jezus geboren werd, het licht van de wereld, dat is wonder boven wonder.
We steken de eerste adventskaars aan voor alle opa's en oma's. Hier op de aarde en boven bij God. Zijn licht zal voor hen schijnen. Een engel spreekt de priester aan, wil hij het goede nieuws verstaan? Omdat hij niet geloven kan, wordt hij een sprakeloze man. Soms staat de hemel op verkeer. En bode van de Heer komt hier, verrast ons met een blij bericht en zet de aarde in het licht. Dat was een bijzonder nieuwsbericht. We gaan nu verder met onze viering. Pardon, mogen wij even storen? Mogen wij de microfoon? We onderbreken deze viering voor een speciale nieuwsuitzending. Er is namelijk nog een wonder gebeurd. In het stadje Nazareth is een engel verschenen. Hij kwam bij een jonge vrouw die Maria heet. De engel vertelde dat ze een bijzonder kind zou krijgen. Ze moet hem Jezus noemen. Hij is de Zoon van God. Maria schrok erg toen de engel kwam. Dat kunt u zich vast wel voorstellen. Maar later was ze blij, ze schrok zelfs niet. Het is een groot wonder dat dit gebeurd is. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. We steken de tweede adventskaars aan voor alle papa's en mama's. In het licht en in het donker mogen ze weten dat het licht zo altijd voor je schijnen. Wat is er dat die wonderen hier gebeurd zijn? Een oude man heeft een engel gezien. De jonge vrouw Maria kreeg te horen dat het kind van God geboren zou worden. We gaan nu luisteren naar het verhaal. Wacht even hoor. Wij willen nog naar het nieuws. Onderbreken deze viering voor een speciale nieuwsuitzending. Er is al weer een wonder gebeurd. Het gebeurde in Bethlehem, waar de herders de wacht hielden voor hun schapen. Toen opeens een engel kwam die vertelde dat de Zoon van God is geboren, Jezus. Er kwam opeens heel veel engelen bij. Ze zongen niet over God en de mensen op aarde. De herders hadden nooit zoiets moois gehoord. Ze zijn meteen op weg gegaan naar de stad. En daar zagen ze het grootste wonder, de Zoon van God, dicht in de kribbe. Waar doet de hoogte van deze ontwikkeling? We steken de derde kaart aan. Voor kinderen die het moeilijk hebben. Dit is als een licht in de nacht dat er altijd iemand op je past. Jezus werd geboren. In Nazareth woont een jonge vrouw. Haar naam is Maria. Ze gaat trouwen met Jozef. Op een dag krijgt Maria bezoek van Gabriel. Hij is een engel van God. Dag Maria, zegt de engel vriendelijk. De Heer zorgt voor je. Hij zal je zegenen. Maria schrikt. Wat bedoelt de engel? Gabriel stelt haar gerust. Wees niet bang, Maria. God houdt van je. Luister, je zult een kindje krijgen. Een zoon. Als hij is geboren, noem je hem Jezus. Moet je hem Jezus noemen. Jezus betekent redder. Hij zal de koning van Israël zijn. Maria wordt blij. Mag zij de moeder worden van de redder die God heeft beloofd? Maar een kindje moet toch een vader hebben? Ze is nog niet getrouwd met Jozef. Maria vraagt aan de engel wat kan. De engel zegt, God zal ervoor zorgen dat er een baby in je buik groeit. Jouw kindje is de Zoon van God. Maria gelooft de engel. Eerbiedig zegt ze, het is goed wat er is. In tijden dat ik in Israël reageer, door alle mensen in zijn rijken tellen,
Iedereen moet zich inschrijven in de stad waar zijn familie vandaan komt. Jozef en Maria gaan daar ook op reis naar de wereld. Dat is Maria. Maria verwacht haar kindje. Ze kan zijn nu zo lang reis maken. Het kan niet anders. Het is een bevel van de vloerreis. Hij liet zijn zo bed heen. Maria is moe. Ze voelt dat de kindje gauw zou komen. Waar moeten ze nu slapen? Jozef en Maria komen bij de herberg. De waard schudt zijn hoofd. De herberg is vol. Ze kunnen wel in de stal slapen bij de dieren. In de stal wordt Jezus geboren. Maria opent haar kindje in een doek. Ze heeft geen dier. Daarom ligt het kindje in de voorbeeld van de dieren. Niet verder kwam als de herders op te slapen. Opeens gaat er een stralend licht in de donkere nacht. De herders schrikken. Midden in de lucht ziet een engel staan. Wees niet bang, zegt de engel. Ik kom jullie groot nieuws brengen. Ik ben de Heer Jezus geboren. Hij is de redder die God heeft beloofd. Ga maar kijken. Dat kindje is in een doek gewikkeld. Hij ligt in een bloemenbak. De hemel straalt. Dan komen nog meer engelen. Ze zingen samen een prachtig lied voor God. De herders gaat vlug naar de stal. Daar vindt Jozef, Maria en het kindje. Precies zoals de engel heeft verteld. De herders vertellen wat ze hebben gehoord. Maria onthoudt alle woorden goed. Tijd van de herders gaat terug naar de schapen. Wij danken u voor licht in de nacht, voor nieuwe hoop die u aan ons geeft. Wij danken u ook omdat wij mogen vragen om een wonder. Het wonder van vrede, ver weg en dichtbij. Geef dat er een eind komt aan vervelende ruzies, aan geweld en aan oorlog. Dat vragen wij in naam van uw Zoon, onze Heer. Amen. Drie kaarsen zijn al gaan branden. Komende zondag is het vierde advent. Dan zal de vierde kaars. Het spuit ook, maar we moeten u even horen. We onderbrengen deze video voor extra speciale nieuwsuitzending. U hebt gehoord dat er wonderen gebeurd zijn. Er kwamen engelen in Jeruzalem, Nazareth en Bethlehem. Op al die plaatsen die God weten waar hij erbij is. Een wonder kan veel vaker gebeuren. Mensen kunnen voor elkaar de wereld lichter maken. Door te werken aan vrede en geluk voor iedereen. Elke keer als dit gebeurt, is God erbij. We wensen iedereen een vrolijke kerst. Een wonder boven wonder. Door geld te geven. Er staan ook kinderen met collectemandjes bij de gangpaden.
Zo komen we bijna aan het einde van deze kerstviering. Graag willen we nog wat mensen bedanken. Dominee, heel erg bedankt voor uw komst. Voordat ik verder ga met iedereen te bedanken, wil ik eerst nog even twee teamleden bedanken die vandaag al heel veel gedaan hebben. Je hebt Marjan, juf Marjan zit hier steeds op haar knieën en zit alle kinderen aanwijzingen te geven en te zorgen dat het voor super gezond heeft. Hartstikke goed Marjan. En juf Mariette, die ook ergens zit als ik zie, ja, ook, die heeft ook gezorgd dat dit allemaal zo super goed kan verlopen. Daarnaast natuurlijk onze eigen kinderen van de school, want jullie staan hier zeg maar. En durven dat ook zomaar te doen, want het is nogal wat om even hiervoor te gaan staan. Dan worden we begeleid door de Braasband, die daar zit en dat geeft al gelijk een hele goede sfeer. Hartelijk dank daarvoor. En de koster van de kerk, die ook mogelijk gemaakt heeft dat wij hier vanmiddag alles klaar konden zetten, de mooie versieringen op konden hangen. En natuurlijk ook gebruik nog te maken van dit kerkgebouw. Dan mag ik jullie het laatste woord geven, jongens. Allemaal bedankt voor jullie komst. Laten we met z'n allen gaan staan en het laatste lied zingen. Nou, het laatste lied zingen.